gaan op weg naar de overkant van de baan met nog altijd Iris de Liton aan de kop van het veld. Die laat de Z-Turf bocht achter zich met op de tweede plaats dan die Red Light EZ. Daar komt aan de buitenkant Hille Greenwood, maar die moet toch nog wel wat doen hoor. En houdt bovendien mooie Happy Hollandia uit de wind. Maar hij gooit er nog een keer een versnelling tegenaan. Die komt van derde tussentijd. 1.14.4. En het is aan de kop van het veld die Iris de Liton. Maakt er een harde koers van. Daar komt aan de buitenzijde nu de serieuze aanval van Hille Greenwood. Aan de binnenzijde is het Red Light EZ die op zijn tandvlees moet bijten, maar nog altijd goed meegaat. Ideaal zit er ook lekker bij, maar kan geen kant op. Maar Kooijman heeft een gaatje. Een klein gaatje van 1,5-2 lengte. En die heeft de kortste weg, die laatste rechte lijn in. En zijn concurrenten die komen nu wijd uit over de baan. Uitgeschakeld, nummer 4 galop. Maar dit hier is de Liton die lijn. Maar daar komt nu de aanval serieus van Hille Greenwood. Maar kijk helemaal aan de buitenkant naar de aanval van Happy Hollandia. En die komt dan met vleugels naar voren. Maar het is nog altijd Kooijman met Iris de Liton. Gaat hij de koers stelen of wordt het toch Happy? Het is aan de binnenzijde de 5. Iris de Liton die wint. Happy Hollandia wordt tweede. Derde is ideaal. En op de vierde plaats, ja, de favoriet die een beetje teleurstelt, Hille Greenwood. 14 rond hoor, gaat zo'n koers. En misschien gaat er nog wel een tiende of twee tiende vanaf. Dit is echt een paard voor jou, hè? Lekker gas geven. Ja, paarden die kunnen winnen zijn altijd paarden voor mij, Hans. Het maakt niet zoveel uit wie erachter zit, maar hij heeft een beetje pech gehad de laatste keren, maar het paard is wel goed. Heel goed. En heb je onderweg af en toe zag je achterom kijken. Had je ook een zorgen dat er iets zou komen? Nee, ik maak mij nooit zorgen. Ik lag daar mooi en kon de eerste kilometer kon ik mooi temporiseren. En dat ze uitkwamen, toen heb ik gas gegeven. Ja, laatste stukje. Dacht je nog even, het wordt krap? Ja, vecht door. Ja. Het is niet de snelste paard, maar hij is wel heel sterk, Hans. Dus ja, kijk, het is geen schande om een Happy Hollandia te verliezen, maar liever niet. Het is geluk vandaag. Absoluut. Bij Bas Krebers op stal zijn natuurlijk wat personele veranderingen geweest. Micha is weg. Houdt dat in dat jij wat vaker gevraagd wordt? Ik heb geen idee, Hans. Als Bas me belt en ik heb tijd, dan rij ik. En zo houden we dat gewoon rustig vol. Ja, jullie passen goed bij elkaar, hè? Ja, houdt hem doorrijden en ik gelukkig ook. Ja, mooi. Gezamenlijke hobby. Dankjewel, Tom. Oké, Hans. Tom Kooijman, dames en heren. Hij won met Iris de Liton. ...50 meter. De start is gevallen, ook een galoppade voor Guric en Fury Di Muccio die ligt weer gewoon in het veld. De leiding wordt genomen door Fury stalgenoot Red Light DZ met aan de buitenzijde dan die Iris de Liton. Daarachter een superstart voor Hille Greenwood en die wordt dan op 1,5 lengte gevolgd door Ideaal, de derbywinnaar. En daarachter is er dan op een lengte Happy Hollandia. Aansluiting is er voor Fury Di Muccio en op enkele lengte achter het veld volgt paard nummer 3 Guric. Vooraan gaat er wisseling van de wacht komen, want het is daar dat paard nummer 5 Iris de Liton vandaag met Tom Kooijman doordrukt en de leiding overneemt van Red Light DZ. Tom gaat er gelijk vandoor ook. Probeert hier te ontsnappen en het tempo hoog houden. Dat is denk ik wat Iris het beste past. En Tom die gaat ervoor. Opening 1.12.4. Het is een dappere poging, maar het is wel zo dat het paard in derde stelling op deze manier natuurlijk wel heel mooi wordt gebracht. En dat is de favoriet Hille Greenwood. Heeft geen paard in de buurt, hoeft zich nog geen zorgen te maken en ligt op de rug van Jeffrey Miras met Red Light DZ die tweede ligt. Dan een gat van 2,5 lengte naar Ideaal. Die wordt dan gevolgd door paard nummer 8 Happy Hollandia. En achter Happy Hollandia de laatste twee, waarbij Fury Di Muccio inmiddels toch weer de hete adem in de nek voelt van Guric. Betekent dan toch dat het tempo mogelijk iets naar beneden is gegaan voor die tweede 500. En het is Iris de Liton die het veld nog altijd de weg wijst. Uitgeschakeld nummer 3, nummer 3 galop. Voor de tribune met zo dadelijk bij het passeren van de finish nog één volledige ronde te gaan. En het is Iris de Liton aan kop. Tweede tussentijd. Toch nog hard hoor. 1.15.5. Dan Red Light DZ. Daarachter dan in derde stelling Hille Greenwood. Nu komt de reactie. Want daar komt de dappere Happy Hollandia al vroeg in de aanval. Maar Jaap van Rijn weet ook dat Ebbingen dan ook moet. En dat hij hem naar voren gaat brengen. En dus komen de twee favorieten zich zo langzamerhand melden. Ebbingen nog niet helemaal vol van vertrouwen. Maar nu is hij dan toch echt naar het tweede spoor gegaan met zijn Hille Greenwood. We gaan op weg naar de overkant van de baan met nog altijd Iris de Liton aan kop van het veld. Die laat de Z-Turf bocht achter zich met op de tweede plaats dan die Red Light EZ. Daar komt aan de buitenkant Hille Greenwood, maar die moet toch nog wel wat doen hoor. En houdt bovendien mooie Happy Hollandia uit de wind. Maar hij gooit er nog een keer een versnelling tegenaan. Die komt van derde tussentijd. 1.14.4. En het is aan de kop van het veld die Iris de Liton. Maakt er een harde koers van. Daar komt aan de buitenzijde nu de serieuze aanval van Hille Greenwood. Aan de binnenzijde is het Red Light EZ die op zijn tandvlees moet bijten, maar nog altijd goed meegaat. Ideaal zit er ook lekker bij, maar kan geen kant op. Maar Kooijman heeft een gaatje. Een klein gaatje van 1,5-2 lengte. En die heeft de kortste weg, die laatste rechte lijn in. En zijn concurrenten die komen nu wijd uit over de baan. Uitgeschakeld, nummer 4 galop. Maar dit hier is de Liton die lijn. Maar daar komt nu de aanval serieus van Hille Greenwood. Maar kijk helemaal aan de buitenkant naar de aanval van Happy Hollandia. En die komt dan met vleugels naar voren. Maar het is nog altijd Kooijman met Iris de Liton. Gaat hij de koers stelen of wordt het toch Happy? Het is aan de binnenzijde de 5. Iris de Liton die wint. Happy Hollandia wordt tweede. Derde is ideaal. En op de vierde plaats, ja, de favoriet die een beetje teleurstelt, Hille Greenwood. 14 rond hoor, gaat zo'n koers. En misschien gaat er nog wel een tiende of twee tiende vanaf.